zijn bij de postduivenvereniging De Snelle Thuiskomst in Roden. We hebben in hoofdzaak vliegende leden. We hebben een paar donateurs, 3 stuks. En, maar het aantal vliegende leden is ook echt de leden die ook gewoon bij de start ook gewoon direct mee inkorven. Wij zijn over 2021 de beste vereniging van afdeling 10 geworden. En we hebben een aantal gewoon hele goede speelders die daar op een vreselijke goede manier mee bezig zijn. Die de hele vereniging ook meesleuren. En wij staan als vereniging open voor leden die eigenlijk een beetje buiten ons spelgebied zouden vallen. Maar het is ook weer zo dat soort mensen ook weer onze vereniging heel erg versterken. Even los van hun prestaties, maar ook de invloed die ze hebben op van hey jongens, ik doe dit, ik doe dat. Ook een enorme openheid over van hoe speel ik met duiven. Wij hebben dus ook leden uit Nuis, Niebert, Tolbert, Leek. Dat heb je gewoon nodig. Maren, moet je vergeten, Norg, Veenhuizen. Ik ben Lisette en ik kom uit Tolbert. Ik ben het nieuwste lid hier van deze club. Hoeveel vrouwelijke leden kent deze vereniging? Ik denk dat ik de enigste ben. Dus er zijn nog meer vrouwen welkom. Het is gewoon altijd gezellig. En elke vrijdag weer inkorven, altijd gezelligheid. Zaterdag weer de klok inleveren, altijd gezelligheid. In de zomer een gezellige barbecue. Ja, wij hechten nog waarde aan om gewoon gezellig samen ook na te zitten. En we hebben nog een goede tentoonstelling, we hebben een feestavond, we doen andere activiteiten erbij. Door de COVID en de beperkingen die we hadden, was het clubgebouw beperkt open. En we hebben natuurlijk de richtlijnen ook aangehouden die ook onze vereniging, ook van de afdeling, maar ook van het RIVM opgelegd gekregen heeft. En daar zijn we dus inderdaad ook door 2020 en 2021 wel goed heen gekomen, denk ik. Onder andere door COVID hebben wij als bestuur zijnde, doen we nou gewoon videovergaderen. En dat was eerder ondenkbaar voor ons. En de leden die hebben wij heel strak nu op het schema van de mededelingen app. En daardoor kun je heel snel schakelen naar in bestuur en naar de leden. En dat werkt op zich heel goed. Wij zijn inderdaad in voor vernieuwing en op het moment dat wij het met elkaar erover hebben, ja, dan gaan we er ook met elkaar ook achter staan en zeggen van oké, dit is een uitdaging jongens, we weten niet of het gaat lukken, maar we gaan ons ervoor inzetten en we gaan er gewoon voor. Ja, de wens voor 2022, natuurlijk denk ik als eerste van gezondheid voor alle leden. En dat we als leden individueel ook eens een hele mooie highscore mogen maken. Dat stimuleert ook mensen. Ook mensen die het af en toe is leden, die af en toe is qua prestaties er wat bij hangen. Dat die ook een keer een mooie highscore mogen hebben. Een goede gezellige club weer zijn zoals de afgelopen jaren.